Vijf getuigen weten mogelijk meer van een fatale steekpartij. En gestolen sieraden vormen het spoor naar overvallers die twee kinderen in een kast opsluiten. Goedenavond. Nu is het nog rustig in de studio, maar we willen niet dat dat zo blijft. Wij geven u zometeen de aanknopingspunten en de sporen en dan begint u hopelijk te bellen. Met uw tips willen we vanavond onder andere de overvallen op een jong gezin en een slachterij oplossen en de dader van een fatale brandstichting vinden. En we beginnen met een cruciale getuigenoproep in een steekpartij die Scheveningen in rouw dompelde. Ja, want volgens sommigen stierf met hem een stukje Scheveningen. Zondagavond 12 augustus werd Kees Toet voor zijn eigen kroeg neergestoken. Onder grote belangstelling wordt op maandag 20 augustus de bekende Scheveningse kroegbaas Kees Toet begraven. Half Scheveningen lijkt te zijn uitgelopen om de laatste eer te bewijzen. De lange rouwstoet voert hem nog eenmaal langs zijn geliefde café. Ook in de haven wordt gerouwd. Bij het botenhuis van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, waar Kees Toet als vrijwilliger werkte, hangt de vlag half stok. Ook hier maakt de begrafenis Toet een stop. Om vervolgens koers te zetten naar Toets laatste rustplaats. 30 jaar lang runde Kees Toet de strandtent Flamengo's bij Kijkduin. De laatste 5 jaar was hij eigenaar van, zoals hij zelf zei, een ouderwets Schevenings buurtcafé vlakbij de Tweede Binnenhaven. Café Het Snuitje, aan de Kapitein de Rijkstraat. Sinds Kees dood is het gesloten. Ooit nog naar Het Snuitje in de toekomst? Nooit meer. Ik blijf altijd met het gevoel zitten. Ik denk ook niet meer dat zijn zoon of zijn vrouw hem opengooit ooit nog. Ik denk het niet. Maar ja, dat is hun keus. Maar ik zou je niet meer kennen. Ja, die gevoel blijft toch bovenkomen. Dus ik neem nu afscheid van hem. En ja, hij blijft op mijn hart leggen. Voor altijd. Zondag 12 augustus wordt Kees Toet rond 10 uur 's avonds voor zijn zaak met een mes gestoken. Hij loopt naar binnen met de hand op zijn keel en overlijdt voor de ogen van de aanwezigen. Ik kan het eigenlijk bijna niet voorstellen dat het dan zo gebeurd is eigenlijk. Want het was toch een rustige kerel. Hij kon met de mensen altijd goed opschieten. Ook op de mensen inpraten. En daarom begreep ik het eigenlijk niet dat het net toevallig Kees zou wezen. Kees Toet is 52 jaar geworden. En zo kwam er een einde aan het leven van een van Schevenings bekendste kroegbazen. Groot was daar de opluchting toen al enkele dagen na de dodelijke steekpartij twee verdachten werden aangehouden. Meneer Heining, toch bent u hier. Ja, dat klopt. De verdachten zitten nog vast. Die zijn in Antwerpen aangehouden en inmiddels uitgeleverd aan ons land. Maar het doel van vanavond is om nog een grote getuigenoproep te doen. Want we willen precies weten wat er nou gebeurd is bij Café Het Snuitje. Wat vermoedt u dat daar die avond is gebeurd? Kees Toet was die zondagavond 12 augustus stond hij achter de bar in zijn café. En daar was een lastige klant. Die wilde niet meer betalen en die wilde wel doordrinken. Dus Kees heeft aan hem gevraagd of hij weg wilde gaan. Uiteindelijk is hij weggegaan. Dat was om een uur of 8 's avonds. En terwijl hij wegging, uitte hij nog bedreigingen. Ja, hij is dus later teruggekomen. Ja, hij is ongeveer 2 uur later is hij teruggekomen. Dat was dus ongeveer 10 uur 's avonds. En we hebben ook sterke aanwijzingen dat hij toen Toet gestoken heeft. Ja, Kees Toet werd naar buiten geroepen en moet daar toen bijna meteen in zijn nek zijn gestoken. De politie wil om te beginnen weten wie hem die zondagavond 12 augustus rond 10 uur voor zijn café heeft gezien.
Het gaat dan dus om café Het Snuitje aan de Kapitein de Rijkstraat in Scheveningen, vlakbij de Tweede Binnenhaven. Ja, en hoe het slachtoffer eruit zag, dat hebben we al gezien. Hij was 52 jaar oud, niet al te groot, stevig postuur. En willen graag weten wie hem naar buiten heeft zien komen en wie al buiten gezien heeft wat er aan de hand was voordat hij naar buiten kwam en wat er buiten gebeurd is en toen hij weer naar binnen ging. Maar toch heeft hij al heel veel mensen gesproken. Ja, dat klopt. Maar we weten zeker dat er ook nog mensen zijn die wel dingen gezien hebben en die we nog niet gesproken hebben. Dus die willen we oproepen om contact met ons op te nemen. Dus het gaat om mensen die zondagavond 12 augustus in de buurt zijn geweest van de Kapitein de Rijkstraat. En het was die avond wat drukker dan normaal, want het was nog vakantie en er waren ook verschillende activiteiten in de omgeving. Van een aantal mensen weet u zeker dat ze daar in de buurt zijn geweest toen Kees Toet werd neergestoken. Want die heeft u gezien op bewakingsbeelden van het BP-tankstation. Dat is het tankstation om de hoek van café Het Snuitje. En ligt op de kruising tussen de Westduinweg en de Statenlaan. Die wilt u zo meteen graag laten zien. Ja, en ik wil benadrukken dat het gaat om getuigen. Dus deze mensen hebben met het misdrijf zelf niks te maken. Maar die waren bij het tankstation, die hebben daar getankt of misschien wat gekocht. En kunnen mogelijk wat gezien hebben van wat er daar gebeurd is. Oké, nou, in verband met hun privacy kunnen wij hun gezichten niet laten zien. Maar zij zullen zichzelf zeker herkennen. En ze zullen waarschijnlijk ook wel door bekenden van hen worden herkend. Dit zijn ze. Dit is de eerste getuige die wordt gezocht. Het is een jongen in een donker t-shirt met linksboven witte letters. Hij liep die zondagavond 12 augustus van en naar de Westduinweg. De volgende getuige is deze jongen met een helm op. En ook deze vrouw met een roze jasje aan en lange zwarte haren, die wil de politie heel graag spreken. Net als deze getuige, een jongen in een donker vest met lichte letters en daaronder een licht t-shirt. Hij draagt een donkere broek en witte schoenen en hij reed weg op een gele bromfiets en heeft een passagier achterop en die droeg een licht shirt, donkere broek en had een oranje tas bij zich. De volgende getuige is deze jongen. Hij draagt een groene joggingjack en donkere broek. Bent of kent u een van deze personen, neemt u alstublieft meteen contact op. Naast deze mensen zoekt u heel specifiek twee mensen waarvan u zeker weet dat ze heel dicht in de buurt zijn geweest. Om wat voor personen gaat het? Ja, ook hier gaat het nadrukkelijk om getuigen. Dus mensen die ons kunnen helpen in de oplossing van het misdrijf. Het gaat om een man of een vrouw, dat weten we niet precies, met een fiets. Hij of zij droeg lichtkleurige bovenkleding en stond bij de glasbakken bij de Jumbo Supermarkt op de hoek van de Westduinweg en de Bergenstraat. De tweede persoon die we zoeken is een automobilist. Die reed over de Westduinweg in de richting van de Duinstraat. En vlakbij de kruising met de Statenlaan moest hij remmen of inhouden, omdat er een voetganger nogal haastig overstak. Dus die fietser en die automobilist, die willen we graag spreken. Nou, dat zijn hele duidelijke oproepen. Alsjeblieft, meld u zich als u een van de genoemde mensen bent of als u daar sowieso die avond ook in de buurt bent geweest en nog niet met de politie heeft gesproken. Het nummer waar u naartoe kunt bellen is 0800 60 70. U zult de afgelopen dagen ongetwijfeld in het nieuws hebben gehoord dat dit weekend bij een woningbrand in Hilversum een jonge vrouw is omgekomen. Afgelopen zondagochtend vroeg kreeg de politie rond 5:05 de melding dat er een huis aan de Langgewenst in Hilversum in brand stond. Politie en brandweer konden 8 bewoners veilig uit omliggende woningen halen, maar toen de brandweer de brandende woning binnenging, bleek daar nog een 20-jarige vrouw te zijn die onmiddellijk werd overgebracht naar het ziekenhuis. En daar is ze later die ochtend overleden aan de gevolgen van de brand. Deze fatale brand is ontstaan aan de buitenkant van het huis en de politie gaat ervan uit dat deze is aangestoken. Daarom is het rechercheteam dringend op zoek naar getuigen van deze brandstichting. Heeft u op zondagochtend 16 september voor of na 6 uur bij u of in de buurt van dat bewuste pand aan de Langgewenst in Hilversum iets gezien dat mogelijk te maken heeft met deze brandstichting, bel dan meteen de politie 0800 60 70.
Ja, in Laren zijn nog geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar ook daar een reeks onheilspellende brandstichtingen. Zometeen, voordat het daar te laat is, de zoektocht naar die daders. Maar eerst de resultaten van onze vorige uitzending. We lieten toen deze twee compositietekeningen zien van de twee mannen die op maandagavond 2 juli het GWK-kantoor aan de Stationsweg in Den Haag hebben overvallen. Die twee namen bij de overval niet alleen veel geld en checks mee, maar ook de computer met bewakingsbeelden. En daarom hadden we eigenlijk alleen deze wat vage bewakingsbeelden van ze. De ene dader stapt in met die computer in een doos. De andere dader gaat de auto in met een rugzak met geld. Dan rijden ze weg, botst eerst de auto achter bijna op ze. En rijden ze vervolgens de auto voor hen ook nog bijna aan. Vage beelden, maar bij u thuis gingen er wel bellen rinkelen. Er kwamen 15 tips binnen waarin namen werden genoemd. En ook over de diefstal van de vluchtauto, deze Ford Escort Clipper, die in Breda werd gestolen, kwam goede informatie. Genoeg te onderzoeken dus daar in Den Haag. Net als in het Gelderse Hedel overigens. Daar werd in juni het Shell tankstation overvallen. En op deze bewakingsbeelden ziet u de twee daders op een scooter. Eén van die twee bedreigt binnen de medewerkster met een pistool. En als ze dan geld hebben, dan vluchten ze weer op hun scooter. Er kwamen 7 tips na de uitzending over de scooter van de daders en de opvallende M. Robert Helm type MR500K die een van hen droeg. Ook hier werden door tipgevers mogelijke namen van de daders genoemd. Daar zijn we natuurlijk altijd erg blij mee. En dan, in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 september... werd er vanaf het aquaduct over de A32 bij het Friese Grauw een stuk beton gegooid. Deze betonnen voet raakte een auto vol op de motorkap. Die auto raakte zwaar beschadigd, zoals u ziet. De bestuurster kwam wonderbaarlijk genoeg met de schrik vrij. Wie had iets van dat beton gooien gezien? Dat vroegen we u vorige week. 3 mensen belden met informatie en als deze zaak de komende dagen niet wordt opgelost, dan komen we binnenkort uitgebreid op dit incident terug. Overigens is gisteravond een verdachte aangehouden van een ander stenengooi-incident. Op 29 april werden in de buurt van het Brabantse Best kort na elkaar 3 stenen op auto's gegooid. En daarbij stierf een 72-jarige vrouw. Een 18-jarige jongen uit Zon in Breugel is dus nu aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij die zaak. Goed, dan nu weer terug naar de zaken van vorige week, Cyprian. Stel je voor, je pleegt even een telefoontje in het kantoortje van de supermarkt waar je werkt en je hoort boven gerommel je. Hey, gaan we vanavond. Even denk je dat het muizen zijn, maar het is veel erger. Op zaterdagochtend 18 augustus rond 9 uur komt er dus letterlijk een overval uit de lucht vallen bij de Dirk van den Broek aan het Kostverlorenhof in Amstelveen. Die overvaller vluchtte uiteindelijk zonder geld met een handlanger die buiten met een motor klaar stond. We hadden alleen dit plaatje van die ene een beetje mankelopende dader, maar dat was toch genoeg informatie voor de 4 mensen die met tips belden. Daarin werden ook namen genoemd. De politie zou nog wel graag meer willen horen over de vluchtmotor. Dat was deze gestolen BMW R1100 GS met het kenteken MHVJ31. Waar is die motor tussen zijn diefstal op 31 mei en de overval op 18 augustus geweest? Weet u dat? Bel dan alsnog. Wie weet leidt het de politie naar de 2 overvallers. Nou, en we verwachten het al een beetje. De meeste tips vorige week kregen we over de overval op vrijdagochtend 18 mei op juwelier Sparnaai in Almere Centrum. Op deze bewakingsbeelden zien we 3 mannen de winkel binnenkomen. En hier vluchten de eigenaar en een medewerker. Zij worden achterna gezeten. De derde medewerker duikt onder het bureau. En hier slaan 2 van de daders vitrines in om hun buit te pakken. Die buit bestond uit 17 Breitling-horloges, waaronder deze 3. De rest staat op onze internetsite. 3 daders dus, waarvan we duidelijke plaatjes hadden. En we hoopten op bellers die de daders zouden herkennen of iets van de overval hadden gezien. Nou, dankzij de uitzending hebben zich inderdaad weer nieuwe getuigen gemeld. Waaronder een van de vrouwen die we vorige week specifiek lieten zien. En bij de 14 tipgevers zaten ook mensen die de daders dachten te herkennen. Net als deze scooter die ze gebruikten. Kortom, heel goede tips. En als nu de getuigen die zich nog niet hebben gemeld bij de politie ook nog gaan bellen, dan kunnen we waarschijnlijk snel melden dat deze zaak is opgelost. Bel dus als u iets heeft gezien of andere informatie heeft over die overval op de juwelier of over de andere zaken die we net bespraken. De opsporingstiplijn is gratis te bellen op 0800 6070. Dan komt uw telefoontje hier live in de studio terecht. Anonieme tips kunnen naar 0800 7000 en alle zaken staan ook op opsporingverzocht.afro.nl.
Het rustieke Noord-Hollandse schildersdorp Laren staat in rep en roer. Binnen 3 weken tijd woeden er achter elkaar branden en allemaal aangestoken. De meest recente brandstichtingen waren nog geen 2 weken geleden. In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september komt er een melding binnen dat er een schuur in brand zou staan achter een huis aan het Mouwverzand. De melding die wordt gedaan om ongeveer 1:30. De brand is ontstaan in deze achtertuin achter een woning aan de ferry Oversteegenhof. Na de eerste schuurbrand worden hier op de ferry Oversteegenhof op verschillende plekken 4 brandende containers aangetroffen, waaronder deze 2. Even later, terwijl mijn collega's nog bezig zijn op de ferry Oversteegenhof, wordt hier op het zandgat in Laren nog een brand ontdekt. Iemand hoort gerommel en kliko's en er blijken er 2 in brand te staan. Nou lijkt dit misschien een nacht van wat baldadige jongeren, maar in Laren is er echt meer aan de hand. In augustus was er namelijk nog zo'n nacht met 4 branden binnen 2 uur. En bij die branden had het niet veel geschild of er waren slachtoffers gevallen. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 augustus wordt om 2:15 melding gemaakt van een brand onder de rietkap van deze schuur aan de Torenlaan in Laren. Mijn collega's zijn gelukkig snel ter plaatse en weten de brand te blussen met een brandblusser. Daarna hoefde de brandweer alleen nog maar wat na te blussen. Op deze plaats heeft de blauwe Volkswagen Golf gestaan van de bewoners van dit huis aan de Sint-Janstraat in Laren. Om 2:15 s'nachts worden de bewoners door de buren uit hun bed gebeld omdat hun auto onder de carport in brand staat. De brandweer wordt gebeld. Dit keer is de brand niet zo onschuldig als de vorige keer. Want de brandweer heeft namelijk lange tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. 10 minuten later is het weer raak. Dan moet de brandweer naar de pijl. Hier staat een container tegen deze heg. Omdat de brandweer snel ter plaatse is, slaat de brand gelukkig niet verder over. De brandweer denkt dat het werken na deze 3 branden op zit. Maar op de terugweg vanaf de pijl naar de brandweerkazerne ontdekt de brandweer zelf rond 3:50 die nacht een 4e brand. Op de Eemnesseweg staat een zeildoek in brand dat rond een huis zat dat verbouwd werd. Ja, meneer Veerman, als je dit zo ziet, is het begrijpelijk dat de inwoners van Laren onrustig zijn. Ja, inderdaad. Het dorp is behoorlijk in beroering. Het is ook niet de eerste keer dat het Laren overkomt. Veel bewoners denken terug aan de jaren 80. Toen werden de huizen met rieten daken in de brand gestoken. Ook in 2006 werd Laren geteisterd door brandstichtingen. Toen betrof het voornamelijk vuilnisbakken en bouwcontainers. Nou hebben we net nog een getuigenoproep gedaan in verband met die fatale woningbrand in Hilversum. Die was aangestoken. Laren en Hilversum liggen vlak bij elkaar. Is er nou een verband tussen die 2 zaken? Nee, vooralsnog zien wij geen verband tussen de brand in Hilversum en de branden in Laren. Nou, laten we ons dan nu op Laren concentreren. Vooral bij die 2e brand die we net zagen, die van de auto in de Sint-Janstraat. Daar had het net zo goed heel slecht voor de bewoners kunnen aflopen. Ja, absoluut. De auto stond onder een carport en naast een huis. De vlammen waren zo hoog dat de vlammen met gemak over konden slaan naar de naastgelegen woning. Ervan uitgaande dat het om 1 dader gaat, is deze dader wel zeer brutaal. Want als we naar de ligging van de branden kijken, dan ziet u dat ze praktisch bij elkaar om de hoek liggen. Brandweer was iedere keer zeer snel ter plekke en die dader moet dus steeds brand hebben gesticht, terwijl de brandweer vlak bij hem of haar was. En deze persoon moet bij thuiskomst trouwens ook behoorlijk naar rook hebben gestonken en dat kan natuurlijk iemand zijn opgevallen. Ja, wij horen het dus graag als mensen iemand kennen die in de nacht van maandag 20 augustus op dinsdag 21 augustus een brandlucht om zich heen had te hangen. En als geheugensteuntje die 21 en 22 augustus viel in de Belaricumse kermisweek. Uw tips en vermoedens kunt u doorbellen naar 0800 60 70. Maar natuurlijk wil de politie ook graag met mensen spreken die iets verdachts in de omgeving van de branden hebben gezien en die nog niet door de politie gehoord zijn. 4 branden binnen 2 uur in 1 nacht. En de nacht erop was het ook weer mis. Om 2:30 s'nachts in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 augustus wordt er wederom melding gemaakt van een vuilcontainer die in brand staat. Dat is hier in dit gangetje aan de Jean Landréhof in Laren. Hier op de Akkerweg is het dan tot slot in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 augustus raak. Weer is een auto onder de carport naast het huis doelwit. De bewoner werd rond 4:10 door buurtbewoners gewaarschuwd en belde de brandweer.
Ook daar stond dus een carport in brand met vlammen van zo'n 10 meter hoogte. En ook die brand had voor de bewoners dus slecht kunnen aflopen. Net als voor de mensen die op de vlakbijgelegen Akkerhof wonen. Want daar zijn door de hitte de ramen gesprongen en is de dakgoot gesmolten. Ja, meneer Veerman, ook deze brand was aangestoken. Ja, en de dader of de daders van deze branden stellen dus mensenlevens in de waagschaal. Daarom willen wij deze daders zo snel mogelijk aanhouden. Duidelijk. Daarvoor is uw hulp natuurlijk hard nodig. Bel alsjeblieft 086070 als u iets gezien heeft. Of wellicht heeft u wel iemand opvallend veel over de branden horen praten. En dan zijn er tot slot nog twee voorvallen die misschien niet met deze brandstichtingen te maken hebben. Maar u wilt het ook niet meteen uitsluiten. Nee, dat klopt. Dat waren namelijk geen branden, maar een soort ontploffingen van spuitbussen die als een soort vlammenwerper zijn geprepareerd. Maandag 20 augustus, dus de dag voor de eerste serie van de vier branden, is er op de kruising van de Warrekamp met de Schietspoel een spuitbus ontploft. Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat kan het uitproberen zijn om iets in brand te steken. Donderdag 23 augustus is dan de tweede ontploffing. Dit keer op het Wagenpad bij de Gooiersgracht. Daar is een spuitbus met cockpitspray tot ontploffen gebracht. Ja, en ook deze spuitbus is als een soort vlammenwerper gebruikt, waarbij dit keer het wegdek is beschadigd. Bij de bus is een gedeelte van een beigekleurige handdoek aangetroffen. En alle informatie hierover is meer dan welkom. En u hoopt ook dat er kijkers zijn die beeldmateriaal van de branden hebben. Ja, dat klopt. Soms maken omstanders video- of foto-opnames. Zulke branden of zulke opnames kunnen voor ons van waardevolle informatie zijn. Kunnen nuttige aanwijzingen bevatten. Absoluut. Misschien. Heeft u dus beelden van een van die branden die het Noord-Hollandse Laar hebben geteisterd? Laat het ons weten. Ja, dan was er nog iets belangrijks. Ja, in Laren gaat het verhaal dat er branden zijn geweest die niet gemeld zijn bij de politie, nog bij de brandweer. Als dat zo is, dan willen wij dat graag weten. Was er dus brand bij u in Laren? Heeft u daar nog geen aangifte van gedaan? Doe dat dan alsnog. Alle informatie die ons naar de brandstichter of stichters in Laren kan leiden is welkom op 086070. Alle anonieme tips kunnen naar 0800 7000. En u kunt alle informatie en vragen over de branden nalezen op opsporingverzocht.avro.nl. Straks onder andere de overval op een slachterij in Oorschot. En dan gewoon meewerken. Ik ben het zat, dan schiet je dood. Later vanavond dus nog de zoektocht naar drie gevaarlijke daders. Maar eerst een kunstdiefstal. In juli zijn er bij een inbraak in een huis in Lage Vuurse kostbare schilderijen gestolen. Een ervan is dit kunstwerk. Nachtstukje Water met Boot van J. Schelfhout dat 90 bij 70 centimeter groot is. Dit schilderij is duizenden euro's waard en had op de achterkant stickers van kunsthandel Oenema uit Rijswijk. Neem contact op als u dit schilderij sinds eind juli ergens heeft zien opduiken of als iemand u het schilderij te koop heeft aangeboden. Tips over deze kunstdiefstal kunnen uiteraard naar 0800 6070. De politie in Zwijndrecht is nog steeds op zoek naar de daders van een gewelddadige overval op een woning. Die overvallers, dit is er één van, deinzen er niet voor terug om twee jonge kinderen in een kast op te sluiten. 2006. Het is donderdag 22 juni, rond 7 uur 's avonds. Aan de Schokkershaven spelen een broer en zus van 10 en 6 jaar oud. Ze worden door hun moeder binnengeroepen. Tot zover niets aan de hand. Maar dat is een kwestie van tijd. Er stopt een blauwe Opel Astra aan de Onderdijkse rijweg. Er stappen drie mannen uit. De kinderen hebben dorst gekregen van het spelen. Hey jongens, ik ga vast naar boven. Kan je ook zo naar boven? Ja. Hun moeder is boven in de slaapkamer bezig. Daarom doet de jongen open als er wordt aangebeld. Weet ik niet. Boven?
auto leeg. Ik heb een pakket voor de boom. Er moet voor getekend worden. Oké. Ma! Er staat een man met een postpakket. Hij loopt meteen door naar boven en heeft een pistool bij zich. Een tweede en ook een derde man komen binnen. Een van hen doet zijn hand over de mond van de jongen, zodat hij niet om zijn moeder kan roepen. Samen met zijn zusje wordt hij opgesloten in de gangkast. Ik ben geld! Ik heb geld! Zodra de moeder de man met het pistool ziet, is ze doodsbang voor haar twee kinderen. Uit angst dat hen iets wordt aangedaan, pakt ze wat geld uit een kast. Je moet zo stil mogelijk proberen te zijn, ja. Terwijl haar kinderen huilen van angst en stilletjes bidden, grijpt hun moeder haar enige kans. Overtuigd zelf te worden doodgeschoten, probeert ze het leven van haar kinderen te redden door bij het raam de buren te roepen. De daders slaan naar haar wanhopige noodkreet meteen op de vlucht. We hebben eind vorig jaar al aandacht aan deze zaak besteed. Toen vertelden we ook al dat het de daders waarschijnlijk te doen was om geld van voetbaltoernooien. Mevrouw Alkema. Ja, de daders kenden de bijnaam van de vader, Bo. Hij is onder die naam bekend in de zaalvoetbalwereld waar hij toernooien organiseert. Van een paar van die toernooien lag nog het geld in het huis van het Surinaams-Hindoestaanse gezin. Wat heeft die uitzending toen opgeleverd? We hebben toen een aantal goede tips binnengekregen waar we erg blij mee waren. Die hebben weliswaar nog niet tot de oplossing geleid, maar wel een aantal belangrijke aanwijzingen opgeleverd. Oké, zometeen nieuwe informatie in dit onderzoek. Maar eerst even, hoe is het nu met de moeder en haar twee kinderen? Eigenlijk functioneren ze inmiddels redelijk goed. Maar u kunt zich voorstellen dat het gezin zich pas weer echt veilig voelt als de daders opgepakt en gestraft zijn. Duidelijk. Daarom nog één keer de signalementen van de drie daders die 22 juni 2006 een woning aan de Schokkershaven in Zwijndrecht binnendrongen. Van de man met het postpakket en het pistool hebben we deze compositietekening. Het gaat om een man met een donker getinte huidskleur. Hij is van Kaapverdiaanse of Antilliaanse afkomst. Ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij is ongeveer 1,75 meter. Hij heeft een normaal postuur, netjes kort geknipt haar, een beetje kroeshaar. Een glad gezicht, hij droeg één of meerdere glimmende oorbellen en hij sprak gebrekkig Nederlands. De tweede dader, die naar de slaapkamer boven is gegaan, is ook een man met een donker getinte huidskleur. Hij leek iets jonger, zo tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij heeft een normaal tot smal postuur, korte donkere vlechtjes waarin mogelijk gekleurde touwtjes waren meegevlochten en een glad gezicht met iets vollere lippen dan dader 1. De man die beneden bij de kinderen bleef, dat is dader 3. Hij is een donker getinte man en hij had toen kort kroeshaar. Nou, er was ook nog een vierde man bij betrokken. Dat klopt. Dat was ook een donker getinte man die in de auto heeft zitten wachten. Dat was een Opel Astra, oud model. Twee deurs, blauw van kleur, GSI met sportieve velgen. Die velgen kunnen anders zijn dan op de nu getoonde auto. Die auto had een kenteken dat begon met een cijfercombinatie en vervolgens twee lettercombinaties. Als die combinatie van vier mogelijke Kaapverdiaanse of Antilliaanse mannen met die blauwe Opel Astra GSI u alsnog iets zegt, bel dan. En dan het nieuwe spoor in het onderzoek, want de daders hebben niet alleen geld meegenomen. Nee, ze hebben ook een groot aantal sieraden meegenomen, 37 stuks. Die waren van het hele gezin, want ze hebben zelfs sieraden meegenomen waar inscripties van de kinderen uit de kinderslaapkamer. We denken dat de daders die juwelen sinds de overval hebben proberen te slijten. Ongelooflijk. Het zegt wel iets over de daders dat ze zelfs sieraden van kinderkamers meenemen. Wat weet u nu precies over die sieraden? We hebben een paar familiekiekjes waarop ze niet echt goed te zien zijn. Maar we hebben wel hele goede omschrijvingen van de juwelen. En ze zijn zo specifiek dat ze door eventuele kopers en ook de slachtoffers meteen herkend zullen worden. Een lijst met deze omschrijvingen van de 37 gestolen sieraden vindt u uiteraard op opsporingverzocht.avro.nl. Dus kijk daar alsjeblieft even op. Om nog wat duidelijker te maken om wat voor soort sieraden we zoeken, heeft u een aantal daarvan meegenomen. Ja,
Deze sieraden zijn identiek aan de sieraden die bij de overval zijn weggenomen. Een gedeelte van die sieraden was in Suriname gekocht en de juwelen waren gemaakt van wat in de volksmond Surinaams goud wordt genoemd. Dat is doordat er wat meer koper in de legering zit, wat geler en roder dan Europees goud. Nou, nog even voor de duidelijkheid, dit zijn dus identieke Surinaams gouden sieraden, net als de gestolen sieraden. En die gestolen sieraden hebben de daders dus waarschijnlijk al verpatst. Zijn nu sinds 22 juni 2006 zulke sieraden te koop aangeboden? En werd dat misschien wel gedaan door deze man? Bel dan meteen. Alle informatie over een overval op een moeder en haar twee kinderen in Zwijndrecht kunt u doorgeven op 0800 6070. En in het belteam zitten ook mensen van de criminele inlichtingeneenheid. Geef het aan als u een van hen wilt spreken. Zometeen een overval op een slachterij in Brabant en de eerste resultaten van deze avond. Maar eerst nog een opgeloste zaak. 3 weken geleden lieten we u deze man zien die in augustus in het Gelderse Beuningen een blokkerfiliaal had overvallen. Dat leverde toen goede tips op. Zulke goede tips dat mede daardoor vorige week een 38-jarige man uit Ewijk kon worden aangehouden. Die de overval inmiddels heeft bekend. Dank voor uw hulp dus. En die hulp is ook weer nodig voor de volgende zaak. De Meijerijse baan ligt in het buitengebied van het Brabantse Oorschot. Een rustige weg waar een voor de omgeving bekende islamitische slachterij en slagerij is gevestigd. Zo'n 2,5 week geleden was deze slachterij het doelwit van 3 overvallers. Het is donderdag 30 augustus rond 7 uur 's avonds. In het Brabantse Oorschot zit een vrouw, mede-eigenaresse van een islamitische slachterij, in de woonkeuken even een kop koffie met haar zwager te drinken. In de slachterij daartegenover is op dat moment nog een medewerker aan het werk. In de woonkeuken probeert de man met alle macht de dader de deur uit te werken. De medewerker vertrouwt de zaak niet. Kennelijk krijgt hij geen buitenlijn te pakken en gaat naar een andere telefoon op zoek. De medewerker sluipt naar de wasruimte waar hij zijn mobiel heeft liggen. Maar voordat hij 112 kan bellen, wordt de man betrapt door een derde dader die hem direct met een vuurwapen bedreigt. En dan gewoon meewerken. Ik ben het zat, dan schiet je dood. Om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft een van de daders geschoten. Maar gelukkig niemand geraakt. Je belt niet met de politie. Heb je dat begrepen? Had de medewerker van de slachterij het kenteken van de auto van de daders genoteerd, dan denk je, zo'n zaak kun je makkelijk oplossen. Maar zo simpel was het toch niet, meneer Bos. Nee, helaas niet. En natuurlijk was het goed dat die medewerker dat kenteken al gezien had en opgeschreven vanuit de slagerij. Maar we kwamen er al heel snel achter dat het om een gestolen kentekenplaat ging. En daarom willen we vanavond ook de hulp van de kijkers inroepen. Nou, we kunnen zien dat de buit niet heel groot was, maar dat maakt de zaak natuurlijk niet minder erg. Absoluut niet. Elke overval maakt ontzettend veel indruk op slachtoffers. En zeker als er geschoten wordt. En in dit geval om een kleine hoeveelheid geld uit de portemonnees van de slachtoffers.
Tja, de daders, daar valt helaas niet zoveel over te zeggen. Eigenlijk alleen dat het gaat om tenminste 3 Marokkaanse mannen. Ze zijn alle 3 tussen de 20 en 30 jaar oud en waren in het donker gekleed en hadden ook donkere bivakmutsen en handschoenen aan. Ja, en ze spraken Nederlands en Marokkaans en tenminste 2 van hen droegen een vuurwapen. En hoe weet u nou zo zeker dat het om Marokkaanse mannen gaat? Dat weten we omdat de medewerker van de slagerij van Marokkaanse afkomst is en die heeft de daders met elkaar horen praten. En diezelfde medewerker heeft ook de auto van de daders kunnen omschrijven. Een donkerblauwe personenauto, vermoedelijk een ouder type BMW 316. Ook al zijn de signalementen van de daders u meer, misschien kunt u ze wel combineren met dus zo'n soort auto. Mocht dat nou zo zijn, dan horen we dat graag van u. Het nummer dat u kunt bellen is 0800 60 70. Nou, we zeiden het al, die donkerblauwe auto van de daders had dus een gestolen kentekenplaat. FD DT83. Ja, en die plaat is heel kort voor de overval, een paar minuten maar, gestolen vanaf een andere auto. En dat was op die donderdag 30 augustus, dus iets voor 7 's avonds. En die auto die stond in Oorschot geparkeerd aan de Kremerstraat. En dat kan natuurlijk altijd door andere mensen gezien zijn die nog niet met de politie gesproken hebben. Maar dat hopelijk natuurlijk nu wel gaan doen. Want u heeft al wel met wat getuigen gesproken. Ja, we hebben getuigen gesproken, maar nog niet zozeer getuigen die echt gezien hebben dat die kentekenplaat gestolen werd. Maar wel mensen die daarvoor een soortgelijke donkerblauwe BMW hebben zien rijden samen met een groene auto. Eigenlijk onder verdachte omstandigheden. En dat gebeurde in Oorschot in de Schoenmakerstraat. Ja, en diezelfde combinatie van auto's, dus een donkerblauwe en een groene, is ook net voor de overval gezien op de kruising Steenrijd en Meirijsebaan in Oorschot. Dus dichtbij de woning waar die overval even later plaatsvond. Wie kan de politie meer vertellen over de daders of de auto's waarin ze reden? Of misschien heeft u die donderdagavond 30 augustus of mogelijk al de dag of de dagen daarvoor in de omgeving van de islamitische slachterij aan de Meirijsebaan iets verdachts gezien dat met deze overval te maken kan hebben. Alle informatie is welkom op 0800 60 70. Nou, heeft u al een half uur kunnen bellen met tips? Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Sipke Jan. Ja, om te beginnen de tweede zaak in onze uitzending. Dat was de brandstichting in Hilversum, zondagochtend vroeg. Daarbij werd een 20-jarige vrouw is daarbij omgekomen. Er is een aantal keer gebeld. Er is iemand die kent iemand die opnames heeft gemaakt van de brand. Mocht die zelf nu kijken, belt u dan alstublieft alsnog. En er zijn nog een aantal andere tips over binnengekomen. Maar het kan natuurlijk zijn door de voetbalwedstrijd dat de mensen het onderwerp hebben gemist en later zijn ingeschakeld. Kijkt u alstublieft op de internetsite nog even de informatie terug. En mocht u nog iets weten, bel dan. Dan gaan we door naar de vragen die we stelden over de kroegbaas Kees Toet. Hij werd zondagavond 12 augustus voor zijn eigen zaak het Snuitje in Scheveningen doodgestoken. Meneer Heining, u was op zoek naar de identiteit van 5 hele belangrijke getuigen in het onderzoek die daar bij aanwezig zijn geweest. Ja, dat klopt. We hebben verschillende telefoontjes gekregen. Dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels van 2 van de getuigen de identiteit weten. En we hebben ook met hen contact gehad. We zijn op zoek naar de overige 3. Dat is de jongen met de helm. Dat is de mevrouw met de roze blouse en het zwarte haar. En dat is de jongen met het zwarte vest die wegrijdt op de gele bromfiets. Die zoeken we nog. Bent u een van deze 5 of weet u wie ze zijn? Meld u zich alstublieft meteen. Annico. En dat kunt u doen op 0860-70. Opsporingstiplijn. Gratis. Altijd bereikbaar voor tips over alle zaken. Anonieme tips kunt u doorgeven op M op 0800 7000. Ja, en tipt u liever via de computer? Op onze internetsite kunt u terecht opsporingverzocht.afro.nl. Daar staat een tipformulier en kunt u alle zaken nog eens nalezen. Zometeen gaat de rijdende rechter weer op pad en wij zijn er volgende week weer. Tot dan.